Samenwerken, echt contact maken, empathie, kwetsbaarheid. Thema's die we veel langs zien en horen komen. Worden we nu allemaal zo soft? Of is dit het nieuwe leiderschap en zijn deze thema's juist belangrijk voor krachtige leiders? Welkom. Leuk dat je luistert naar de Lunar Free Mind podcast. De podcast waarbij Jempy in gesprek gaat met inspirerende vrijdenkers over leiderschap en organisatieontwikkeling. We mochten vorig jaar verschillende inspirerende vrijdenkers in onze studio ontvangen. En bij deze aflevering is Ad van Nieuwpoort te gast. Met Ad zijn we de reeks vorig jaar ook gestart. Ad is theoloog, predikant en publicist. Tijdens dit gesprek blikken we terug op de ontwikkelingen in leiderschap van het turbulente afgelopen jaar. En daarnaast kijken we vooruit naar het nieuwe thema voor de podcast, waarbij we gaan inzoomen op humanizing business. Nou, welkom Ad. In onze studio in Hilversum. Ja. Ongeveer een jaar geleden zaten we in de Vondelstudio in Amsterdam. In gesprek met elkaar. Ja, gelooflijk, ja. Ja, ik vind het mooi om met jou even zo dadelijk terug te blikken op dit bijzondere jaar, kan je wel zeggen. Mm-hmm. En om vooral ook vooruit te blikken, want we gaan volgend jaar weer 12 podcastgesprekken opnemen. En rond een nieuw thema, en dat gaan we zo dadelijk even met elkaar verkennen. Ja, mooi. Ja. Want het wordt ook een ontdekkingstocht weer. Hè. Wat is er allemaal over te vinden? En met wie zouden we graag in gesprek gaan? En dan wil ik eigenlijk heel graag met jou even de contouren van verkennen. Maar eerst wil ik dus even met jou terugblikken vanuit jouw perspectief op 2020. Zodat ik ook even terugkom op de gesprekken die ik gevoerd heb. Maar wat zijn zo reflecties van jou over het afgelopen jaar? Kun je mij daar wat over vertellen? Ja, Jeffy, wat een jaar hebben we achter de rug. Hè? Het is natuurlijk nog maar nauwelijks te denken eigenlijk. Wat dit met ons heeft gedaan en ook wat dit ook voor de toekomst nog zal gaan betekenen. Mm-hmm. Toen wij vorig jaar zo zaten, hadden wij zo onze plannen. Je vroeg er ook naar, hè? Wat zijn je, waar hoop je op, waar kijk je naar uit enzovoort. En dat is natuurlijk om te beginnen al heel interessant natuurlijk. En ook soms ook heel verdrietig voor heel veel mensen, maar ook tegelijkertijd natuurlijk ook wel interessant dat wij allerlei dingen denken te kunnen gaan doen in de toekomst. En dat er dan zomaar iets gebeurt waardoor al die plannen op de helling komen te staan. Ja, dat is natuurlijk wel wennen. Ja. We zijn natuurlijk toch wel een beetje gewend om te leven met toekomstplannen. Heel goed ook, want anders leef je niet als mens. En je hebt in het bedrijfsleven natuurlijk de bekende prognoses. Als we dit nou doen, dan gebeurt er dat. En daar kunnen we. Nou ja, daar is natuurlijk eigenlijk ons hele systeem van samenleven, maar ook onze markt op gebaseerd. Hè? Ja. Dus op vertrouwen in de toekomst, nietwaar? Ja. Daar doen we het mee. Ja. En dan durven we het met elkaar te wagen. En voorspelbaarheid. Ja, zeker, meer, zeker. En ineens gebeurt er dan zoiets, als we nu hebben meegemaakt. Mm. En ik moet zeggen dat als ik daarop terugkijk, dan zie ik toch twee periodes. Twee verschillende periodes. Voor mij in elk geval was het natuurlijk begin maart gek genoeg. Dus vond ik dat ook wel weer een hele mooie periode. Dus er was natuurlijk heel veel leed. De wereld stond stil op een bepaalde manier. Maar er gebeurde ook veel positiefs. Er gebeurde heel veel aan veerkracht en aan nieuwe energie, creatieve bronnen werden aangeboord. Mm. Ik weet nog heel goed, Jeppy, dat ik het gold voor mijn persoonlijk leven overigens ook. Ik was bezig om van Bloemendaal naar Den Haag te gaan. Ik had een gemeenteavond, zo'n laatste gemeente. In zo'n proces van gesprekken heb je dan een laatste gemeenteavond met de hele gemeente van Den Haag. In een heel klein zaaltje waar heel veel mensen zaten. Dat was mijn laatste grote bijeenkomst. Tot nu toe. Waar dan uiteindelijk dus, we tot de slotsom moesten komen. Gaan we daar nou mee verder of niet? Hè? Dus dat was een beetje het idee. En ik weet nog dat ik daarna reed ik naar het klooster. Want ik zou met een groep voor een bezinningsweekend naar het klooster. En dat doe ik elk jaar.
In Pijecht, achter dikke muren. En onderweg was daar die persconferentie. Ja. Ja. En dat zijn toch wel momenten die in mijn geheugen gebeiteld zijn. En ik weet nog ook heel goed dat ik toen die gastenpater opbelde en zei, ja, pater, we komen eraan, maar kan het wel doorgaan, waarop hij zei, wat is er dan aan de hand? Ja, ja, ja. Dat hoort natuurlijk in de vertraging van zo'n klooster veel later pas binnen te komen. Ik zei, nou ja, corona, wij doen dit al 150 jaar, ja, dat zal allemaal wel goed komen. Ja. We hadden een heel mooi weekend. En ik merkte aan mezelf toen dat er een enorme bron aan creativiteit kon worden aangeboord. Aan de ene kant, je bent heel, als predikant ook heel alert, want een arts die belde mij, ben je er klaar voor? Hè? Dus Rosanne Hartsberg schreef in NRC, de lijkwagens zullen door de straten gaan. Dat was natuurlijk het beeld van Italië, was het schrikbeeld. En dat zou ook ons overkomen. Dus ik denk, oh jongens, dat worden 10 begrafenissen per week. En hoe bereid je je daarop voor? Enzovoort, enzovoort. Daar is natuurlijk ook... Dus ik stond wel heel, ik was heel erg aan. Ik stond heel erg aan en dacht tegelijkertijd ook, ja, hoe kunnen we nu op de een of andere manier mensen nabij komen? Nou, dan kwam dat hele online gebeuren, wat jullie natuurlijk inmiddels ook hebben ontdekt, kwam boven. Daar waren we al mee bezig, ook in dat Bloemendaal. Maar ja, dat moest geïntensiveerd worden. Ik heb eindeloze tegengif filmpjes opgezet samen met Bastiaan Ragas. Omdat ik dacht, nou, tegen de verlamming die heel veel mensen hebben, ervoeren, moet er iets positiefs tegenovergesteld worden. Dus verpleegkundigen, artsen die vol positiviteit bezig waren, ook in het onderwijs. Natuurlijk ongelooflijk. Ik zie je nog maar praten, ontroerend ook, met een hoofd van een directeur van een basisschool in Bloemendaal, Overveen. Zo vol kracht en die gewoon 2 dagen na die lockdown klaar stonden om die kinderen te begeleiden. Ja. Echt ongekend. We hebben natuurlijk iets ontdekt ook in onze samenleving, dat juist die beroepen die we een beetje hebben verwaarloosd, dat die enorm kwamen bovendrijven in hun kracht. Ja? Ja. Dus heel positief allemaal eigenlijk. Dus dat is het gekke. Dus aan de ene kant verdriet, gemis, angst, ook wel ziekte. Hoewel in mijn omgeving dat nog eigenlijk erg toen meeviel. Maar goed, je bent natuurlijk verbonden met de hele wereld. Dat is natuurlijk ook al iets heel nieuws. Normaal dan is dit, Europa treft iets of Nederland treft iets. Maar nu zag je in India in de sloppenwijken ook mensen met mondkapjes op, bij wijze van spreken. En dus je had ook het gevoel van, ja, ik ben nu verbonden echt met die hele wereld. Dat kun je altijd wel mooi zeggen, maar dat voel je dan ook zo. En je ziet het. Nou, ik was natuurlijk erg verbonden met Ilja Leonard Pfeiffer. Ja. Die elke dag in NRC Handelsblad zijn berichten vanuit Genua schreef. Vond dat heel goed. Ja. Dat is nu natuurlijk ook dat boek van verschenen. Ja. En ik was met mijn eigen boek bezig. Dat heb ik toen vorig jaar nog aangekondigd over Job. Wat gebeurt er als een mens, wat gebeurt er met de mens als hij alles wat hij heeft verliest? Ja. Ja. Het thema van Job. Ja, dus ik heb het hier bij, mijn leven zonder oplossing. En dan begin ik ook dat boekje met Pfeiffer. Mm. Hè, die dan schreef in die beginperiode. Hè, wij dachten dat het leefbaar maakbaar was. Ja? En zelfs de dood zetten we naar onze hand. Lijden was achterhaald. En geluk op bestelling leverbaar. Vertemden de grilligheid van toeval. Elimineerde risico's. En streefde naar totale controle over alles. 1 lullig... microscopisch klein virus sloeg onze illusie van controle aan diggelen. Ja? Prachtig citaat, vind ik. Hè? Dus dat is natuurlijk ook een beetje contrastmatig. Ja. Maar dat is dus, als je zegt, nou, hoe kijk je nou terug op dit jaar? Dan zeg ik, in die eerste periode was dat natuurlijk ergens ook de verrassing, dat datgene wat wij nooit voor mogelijk hadden gehouden, dat ineens gebeurde. Mm. Gek genoeg. Ja. Dus ook al die kisten aan de grond, als ik weer langs Schiphol reed. Ja. Hè? Dus we hebben heel vaak toch wel eens gezegd, zo in een idealistische bui,
moeten we niet eens een vliegtuigloze zondag invoeren, ja, hè? Ja. Zoals Den Uyl destijds de autoloze, ja, zondag in. Want jongens, dit gaat niet goed. Hè? Wat reizen we allemaal af? Hè? Ik sprak zakenmensen die dan voor een speech in Shanghai, bij wijze van spreken, gingen vliegen. Hè? Mm. En van die onzinnige vluchten eigenlijk allemaal, die je ook prima online kunt doen, dus ook de herontdekking. Dus ik vond het ook wel, het had ook iets apocalyptisch positiefs. Ja. He, dus naast alle leed ook binnen KLM, en ik heb ook die mensen gesproken, he, dus dat is, ik wil dat ook blijven benadrukken, maar gebeurde er ook iets interessants. Dus kan iets stilstaan waarvan wij dachten dat dat nooit stil zou kunnen staan. Er is een soort spaak in het wiel gestoken van onze vooruitgang. Ja, heel... Dat maakt ons gedesoriënteerd. Ja. Wat doet dat met ons? Met ons persoonlijk leven ook. Ja. Dus mensen werden teruggeworpen op hun persoonlijk leven. Ik geloof dat dat ook ergens in een podcast bij jullie was, of bij Paul van Liemt, hè, dat iemand zei van, ja, een CEO die zei, ja, ik heb nog nooit zo lang in mijn eigen bed geslapen. In mijn hele leven niet. Ja? Ja. Wat heerlijk eigenlijk. Ja. De herontdekking van het leven binnen. Hè? Ja. Naast alle ellende. Ja. Dus dat was die eerste periode. De tweede periode, waar we eigenlijk nu natuurlijk in zitten. Vlak voor kerst. Ik heb een kerstpakje aan, want ik moet voortdurend allemaal kersttoespraken en dingetjes doen. Voor zover dat kan. Online dan in elk geval. Is er ook een bepaalde... Een ervaring van verlies. Mm. En ik meen dat heel erg oprecht. Ik ervaar dat zelf ook heel sterk. En dat is toch het verlies van datgene wat het leven zo kleurrijk, zo fijn, zo de moeite waard maakt. Mm. En dat is, daar zijn we denk ik toch een beetje op uitgekomen, de ontmoeting met elkaar. Ja. Het met elkaar verkeren, in een kroeg zitten. Jempie, ja, ik wist niet dat ik dat zo zou missen. Ja. En dat klinkt allemaal heel een soort welvarend luxe, maar dat is het niet. Dus met elkaar is ook door kunnen bomen en ook elkaar vast kunnen houden. Ja. Dat lichamelijke contact, het ongedwongen van een ontmoeting. Hè? Wat inherent is aan een echte ontmoeting is de ongedwongenheid. Dat je geen grenzen kent, dat je door kunt gaan, dat je elkaar... Hè? En dat voortdurend niet te mogen doen en voortdurend die afstand te moeten bewaren. Mm. Ja, dat ervaren ik. Dat heb ik in die eerste periode eigenlijk niet zo ervaren. Nee. Maar die tweede periode echt als een groot verlies ervaren. Ja. Ja. En dat ervaar ik nu dus als een verlies. Ja. Ik had gisteravond een bijeenkomst, ook weer online met allemaal mensen, maar ook in een huis met een paar mensen. Nou, ik kwam thuis en Mirjam zegt, wat zie jij er goed uit? Joh, ik heb weer een ontmoeting gehad. Weet je? Dus, nee, dat zegt iets. Dus, ja. Dat is ook heel een mooie ontdekking, dat wij als mensen, wij zijn relationele wezens. Mm. Wij geven elkaar energie. Ja? En wij zijn energietransmitters. En als er dus geen mensen zijn, dan is er geen energie. Ik ben doodmoe na kerkdiensten die ik moet leiden, waar dan maar 5 of 10 mensen in de zaal zitten. Mm. Terwijl normaal kom ik vol energie altijd thuis. Maar dat heeft gewoon te maken met, er is geen wisselwerking. Dus nou, dat is wel ook, vind ik wel erg lang duren nu. En dat verlies, dat zie je nu, hè, ook de vermoeidheid, mensen ook niet meer goed in hun vel echt zitten, de burn-outs, en natuurlijk in ondernemingen toch het uitzichtsloze van hoe lang gaat dit allemaal nog duren. Ja, dan komt een vaccin, maar dan is er weer een variant ontdekt en dan denken we, oh jongens, gaat dat, weet je wel zo. Dus dat is trouwens een heel mooi thema, daar komen we straks nog even op terug, mentale fitheid van organisatie en van mensen. En dat hebben wij de afgelopen maanden ook gezien, dat echt mensen heel veel moeite kosten om toch naar die vergaderingen online. Dat raak je toch aan gewend, maar er is toch iets wat je dan gaat missen. Ja. En wat gaat knagen aan de energie en ik zou bijna zeggen de levenskracht van mensen. Absoluut, eens, exact. Komen we zo dadelijk nog wel op terug. Interessant hoor, belangrijk om vast te houden. Zeker, ja. We hebben ook 12 mooie gesprekken opgenomen in de serie over leiderschap. En ik wil toch ook een aantal dingen delen die ik daar heb meegemaakt. En graag ook jouw reflectie daarop. Heel vaak gebeurt het spontaan in gesprekken dat mensen, als het over leiderschap
ging. Een soort van bewustwording over het belang van echt contact, van in verbinding zijn, ja. Van vertrouwen hebben in mensen, van je kwetsbaar durven tonen. Mm. En het inzicht, nou, waar tegenwoordig ook steeds meer over wordt geschreven, als je je kwetsbaar opstelt als leider, dat er wel meer kan gebeuren dan wanneer je altijd in control en stoer en ik weet het allemaal wel. En toch voelde ik daar nog zo een stukje onwennigheid bij veel mensen. Het is toch vooral die prestatiekant die in de verf wordt gezet. Dus ik vond het eigenlijk wel hartverwarmend dat we steeds beter worden in het bewust worden van dat die zogenaamd zachtere dingen ook belangrijk worden. Ja. Zijn we met z'n allen softer aan het worden? Of is dit een ontwikkeling die zich doorzet in leiderschap, die wel eens groter zou kunnen zijn dan we nu allemaal denken? Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, ik vind dat het wat meewarig, hè, als je spreekt over dat softe of dat zachte. Alsof dat iets zou zijn, je zegt, ja jongens, hè, in dat harde bedrijfsleven, daar telt vooral, vertellen de harde cijfers, ze hebben daar kleuren aan gegeven, dat weet je ook, en zo. En dat softe, ja goed jongens, daar hadden we toch een afdeling voor. En dat is natuurlijk altijd wel een beetje geweest. Ja, dat is het beeld, hè? Ik ben het er ook niet mee eens. Maar, Nee, ik hoor wat je zegt. En ja, en ik denk dus ook wel dat tegelijkertijd... deze tijd, de kwetsbaarheid die deze tijd heeft blootgelegd, hè, dat we wat zoals Pfeiffer het ook beschrijft, hè, dat wij ontdekken dat we al een hele kwetsbare wezentjes zijn. Kleine kwetsbare wezentjes. Ja. Die herontdekking van die kwetsbaarheid, dat kan ook zo'n enorm soft woord worden, maar dat zou natuurlijk... die ontdekking is het begin van een verandering, geloof ik. Dat zie je ook bij mensen. Ja, dus je proeft dat altijd aan mensen als mensen echt werkelijk iets in hun leven hebben meegemaakt waardoor ze op hun kwetsbaarheid zijn teruggeworpen, dan worden dat uiteindelijk andere mensen. Ben ik van overtuigd. Ja. Dus en dat is zo wat ik hoop van deze tijd, dat teruggeworpen op zijn, hè, op die kwetsbaarheid, dat dus ook zal leiden tot een andere manier van ook leiderschap. Ja? Dus dat mensen wel voelen, ja, mooie praatjes met je toekomstplannen. Maar dat kan dus ook allemaal zomaar anders zijn. Dus daarop je instellen en weten dat er niet op elke vraag een antwoord is. Weten dat jij ook dat ook helemaal niet van jou verwacht wordt. Want iedereen kijkt naar jou van, jij moet altijd een antwoord hebben. Jij moet altijd een oplossing hebben. Dus dat komt eigenlijk neer op het beter leren omgaan met onzekerheden. Ja. In plaats van azen op regie en controle. Dus dat is echt een omdenken. Dat gaat, hè, dan moet je dus helemaal... Want wij zijn natuurlijk... Hè, mijn boekje heeft niet voor niks leven zonder oplossing. Dat is de grote uitdaging. Ja? Dus wij zijn natuurlijk op alle gebieden altijd bezig om... dient zich een probleem aan. Nou, en dan... Wij gaan dat dus oplossen. Terwijl dus het besef dat lang niet alle problemen oplosbaar zijn... En dat het misschien in het leven wel meer gaat om de problemen helder in beeld te krijgen dan daar direct een oplossing voor te vinden. Of de vragen beter te stellen dan een antwoord. Dat is natuurlijk een hele andere manier van denken. Ja. En terwijl ik denk dat dat heel vruchtbaar zou kunnen zijn, juist ook in een organisatie. Want, want een organisatie bestaat bij de gratie van mensen. Yes. En al die mensen zijn net zulke mensen zoals jij bent. Namelijk ook allemaal kwetsbare wezentjes. Dus die handelen, die doen iets ook vanuit hun, vanuit wie zij zijn. Dus dat doet een beroep op denk ik ook leiders om in gesprek te gaan. Veel meer in gesprek te gaan met die mensen. En niet zozeer over wat worden jouw targets dit jaar. Maar wie ben je eigenlijk? Waarom doe jij dit? Zit jij wel hier goed? Past datgene wat jij doet wel bij wie jij bent? Allemaal dat soort hele fundamentele vragen. Nou, daar hebben ze ook nog wel eens voorbij laten komen in sessies. En hoe mooi dan de gesprekken worden. Zeker. Die worden heel anders. Ja. Maar daardoor krijg je een nieuw vertrouwen met elkaar. Waardoor je volgens mij ook een veel fittere mentale fitheid. Veel fittere organisatie krijgt. Daar ben ik van overtuigd. Ja.
Dat is een mooi bruggetje, Ad, naar het thema wat we volgend jaar willen. Ja. We gaan weer 12 gesprekken doen. Ja. En het thema is vermenselijking van organisaties. Ja. Humanification heet het, vermenselijking. En want wij geloven namelijk dat dat een grote beweging die niet volgend jaar af zal zijn, maar die veel langer doorloopt. En ik neem je heel graag mee in een kort stukje tekst om het thema even neer te zetten. Ja. En dan gaan we even kijken hoe we dat verder kunnen verkennen. Nou, ik heb opgeschreven in de vierde fase van het industriële tijdperk, digitalisering, komen we tot de ontdekking dat we doorgeschoten zijn in het marginaliseren van organisaties, de organisatie als een machine zien, in het streven naar steeds meer doelmatigheid en efficiëntie door systemen, operational excellence, control is king, zijn we iets kwijtgeraakt. Nou, 10, 12 jaar geleden kwamen de boeken van Aaron Hurst en Simon Sinek over de purpose, bedoeling van organisaties. Die heeft een comeback gemaakt, want dat was ook niet nieuw. Hè? Dat hadden we in eerdere tijden ook. Maar vooral gevoed door een groter verlangen van mensen naar betekenis. Hè? Naar waar zijn we eigenlijk met z'n allen mee bezig? En volgens mij is dat de eerste, als we die ladder van vermenselijking zien in organisaties, is dat de eerste trap, de eerste trede purpose. Maar gaat er nog veel meer komen? Wat te maken heeft met hoe wij organisaties, hoe wij leiderschap gaan organiseren, hoe wij organisaties veel meer als ecosystemen en niet als piramides gaan inrichten en zo. Dus er komt heel veel meer achterweg, andere gesprekken voeren, andere manieren van samenwerken dan wat we nu gaan doen. En in die podcastserie, maar ik ben heel benieuwd naar welke beelden dit bij jou oproept. Hè. In de podcastserie gaan we met verschillende gasten op zoek naar de bouwsteentjes van die vermenselijking. En ik zie dat voor mij als een spannende ontdekkingstocht, waarbij we niet op voorhand alles weten wat exact die bouwstenen zijn. Een soort schatgraven noem ik het, maar even in mijn eigen hoofd. Naar een nieuwe manier van werken, leiden, organiseren en waarde creëren in organisaties. Dat is een beetje het, de ambitie wat we volgend jaar willen gaan doen. Maar ik ben eigenlijk heel benieuwd, als ik dat zo aan jou vertel, hè, wat dat bij jou oproept, vermenselijking van organisaties. Wat voor beelden krijg je daar zo bij? Ja, ik ben nog wel even benieuwd, hè, van als je dat woord bouwsteen noemt. Hè, dus want er zijn natuurlijk twee dingen. Dus één is, we zitten met een probleem in leiderschapstijlen. Hè? Dus we voelen aan alles. We hebben een soort, we zijn een paradigma aan het verlaten. Hè? Dus gewoon die leider die daarboven eenzaam aan de top zit. En hoe dat allemaal georganiseerd is, dat is eigenlijk niet meer van deze tijd. Hè? Voelen we allemaal. Tegelijkertijd gaat dat maar eens veranderen. Hoe moet dat dan? Dat heeft natuurlijk te maken met, dan moet je eigenlijk helemaal opnieuw beginnen. Moet je weer aan de tekentafel gaan zitten. Zeg, hoe gaan we het dan doen? Hoe bouw je dan een ecosysteem aan mensen? Maar hoe kijk je dan naar, want er zijn al tools die we daarvoor in het leven, Lean en Scrum al die dingen. Maar wat ik wilde eigenlijk vooral ook aansluiten bij dat laatste wat je noemt, dat waarde gedreven, dus die nieuwe waarde. Dus, want je kunt wel een organisatie vermenselijken, maar als datgene wat die organisatie doet niet bijdraagt aan de menselijkheid, dan gaat het hem niet worden. Nee. Dus dat is nogal een forse uitdaging. Ja? Dus er zijn natuurlijk ook heel veel organisaties en ondernemingen waarvan je moet zeggen, hoe staan die nu in de samenleving? Welke waarden voegen zij nu toe dan alleen maar in financiële zin? Dus dat werpt ook organisaties en ondernemingen op zichzelf terug om daarbij stil te staan van wat doen wij? En ik denk dat dat in die zin aansluit bij deze tijd, dat er natuurlijk allerlei hele nieuwe initiatieven zijn, ook bij ondernemingen die zeggen, jongens, wij zijn nu ook wakker geworden, wij waren al wakker, al een beetje aan het wakker worden, maar juist ook door 2020
hebben we een soort wake-up call ervaren. Mm-hmm. En ontdekken we dat het niet meer kan zoals het ging. En dan met name op het punt van, nou ja, noem het duurzaamheid enzovoort. Mm, ja. Dus, en ik geloof dus heel erg, Jempie, dat je pas kan spreken over een vermenselijking van je organisatie als je met elkaar ook hebt nagedacht over de waarde die jij toevoegt aan die samenleving, snap je? Ja. Want op het moment als je het met elkaar ook hebt vastgesteld wat je waarde is, ja, dan wordt dat ook jouw intrinsieke motivatie om ook iets aan die organisatie te kunnen doen. Ja. Maar als die organisatie heel menselijk is, maar datgene wat die organisatie doet niet, ja, dan gaat het hem nooit worden, volgens mij. Begrijp ik bedoel? Dus het is, ja, zeker. Ja, dus het versterkt dat vind ik elkaar dan ook, hè? Sorry? Het versterkt elkaar ook, hè? Geloof ik heel erg. Ja. Dus dat zie je ook aan goede doelenorganisaties en zo. Dus die sfeer is altijd anders als je daar binnenkomt. Dat is veel minder star en veel minder die harde leiderschapstijlen. Omdat men allemaal eigenlijk voor een bepaald, men stapt het bed uit voor een bepaald doel. Ja, het gaat ergens over, ja? Ja. En dat zijn de krachten die wij dan zien in dat speelveld van, hoe ga je dan een menselijkere organisatie worden? Dus dat leg ik zo even uit. Maar de take-out is, en dat zien wij dus nu in veel organisaties ontstaan, dat als je een menselijkere organisatie, waarbij je echt je mensen meeneemt vanuit intrinsieke motivatie, hè, vanuit hun eigen purpose, en wat is dan je rol en je bijdrage, vanuit welk soort energie je dat doet, dat dan die organisaties die worden creatiever, die worden productiever, die gaan meer stralen, het is allemaal veel minder vanuit druk en trekken en duwen, en veel meer vanuit intrinsieke bevlogenheid. En dat is waardoor wij zien dat organisaties die echte vuur kunnen aanzetten, dus vanuit verlangen aan het werk gaan, collectief verlangen van mensen, mooi, medewerkers. Ja. En niet alleen vanuit controle. Je moet systemen, maar ook vanuit verlangen aan de slag gaan. Dat die organisaties een extra paar vleugels krijgen. Dat die veel sneller kunnen ontwikkelen. Mooiere dingen gaan doen. Ja. En dat die uiteindelijk sterker worden. Door die menselijke factor veel meer in te zetten. Maar het blijft altijd een samengaan. Hè? Want vroeger dachten we, al die stomme systemen, dat zit alleen maar mensen in de weg en dan gaan mensen overmoppen. Maar je hebt echt beide nodig. Je hebt die energie nodig, hè? Dat vuur, die intrinsieke motivatie van mensen die een bepaalde kant op gaan. En je hebt de infrastructuur nodig die het allemaal efficiënt en mogelijk maakt dat het gebeurt. Hè? Ja, dus het heeft met volgens mij iets te maken wat we heel erg uit elkaar hebben gehaald in de afgelopen decennia, namelijk vorm en inhoud. Ja. Ja. Dus wij zijn vandaag de dag natuurlijk heel goed in vorm. We zijn de beste in vorm. Ik bedoel, alles, hoe wij ons presenteren, nou ja, dus alleen al dit, hoe alles eruit ziet, het is fantastisch. Onze communicatiemiddelen zijn het beste ever. Ja? Het is iets om heel trots op te zijn. Alleen de content blijft zo achter. Ja? Ja. En dat geloof ik zo, dat willen we echt een organisatie kunnen vermenselijken. Dan moet vorm en inhoud weer op elkaar betrokken worden. Dus dan moet de vorm ook gaan lijken op de inhoud en andersom. En vice versa, begrijp je? Dat wordt dan heel spannend. En ik vind dat nog wel een uitdaging, want we kunnen daar natuurlijk heel idealistisch over spreken. Nou, ik geloof er ook in dat het echt kan. Mm. En tegelijkertijd rij ik hier naartoe naar dit gesprek en we hebben nu die hele grote kwestie van de toeslagenaffaire in Den Haag, dat hele ambtenarenapparaat, een politiek die eigenlijk gezegd heeft, mensen zijn niet te vertrouwen, hè, dus we moeten alle, want mensen zijn per definitie fraudeurs, bij wijze van spreken, en ambtenaren die naar dat model hebben gehandeld, daardoor duizenden, tienduizenden mensen gedupeerd hebben, gezinnen ontwricht, mensen in diepe, diepe, diepe ellende.
ik ben er echt heel erg door geraakt, merk ik. Dan denk ik, hoe heeft dit zo fout kunnen gaan? Ja. Ja? En hoe heeft dat ook in dat hele apparaat zo verborgen kunnen blijven? Hoe ziet dan zo'n organisatie eruit, begrijp je? Ja. En dan kun je natuurlijk nu weer over poppetjes gaan praten, die moet aftreden. Maar het gaat allemaal helemaal niet helpen. Je zult met elkaar moeten gaan zitten en zeggen, jongens, waar zijn wij eigenlijk voor? Mm-hmm. Werken wij uit vertrouwen of uit wantrouwen? Dat is namelijk de grondgedachte. Als het dan gaat om bouwstenen, denk dat. Precies. Dus hoe benaderen we nou mensen? Vanuit wantrouwen dat ze per definitie fraudeurs zijn? Of nee, dat ze natuurlijk geen fraudeurs willen zijn, hè, maar dat er misschien fouten worden gemaakt. Begrijp je? En dan ook komen we weer bij dat waardestuk. En welke mentaliteit en gedrag hoort daar dan bij? Exact. Ja. En hoe benader je dan mensen? Ja. Hoe schrijf je ze aan? Hoe organiseer je dat? Mm. Ja, dus dat. Maar als men dat nu niet doet, dan weet ik het niet meer. Dit zou toch een aanleiding moeten zijn om helemaal terug naar die tekentafel te gaan. Ook in Den Haag, bij al die ministeries. Hoe denken wij eigenlijk over onze burgers? Ja. Zijn dat alleen maar potentiële fraudeurs? Mm. Of mensen die plagiaat gaan plegen in de wetenschap? Of fraudeurs in de gezondheidszorg? Benaderen we zo onze artsen, onze verpleegkundigen, onze juffen en meesters? Of moeten we toch van iets anders uitgaan? Ja, dat vraagt om een totale andere manier van denken. En op het moment als dat... want dan ben je zelf ook in het geding, want jij hebt ook kinderen. Jij moet ook soms naar een ziekenhuis. Dus jij hebt daar direct mee te maken. Dus dat heeft natuurlijk... hier zijn gescheiden werelden. Er is een soort harnas van wantrouwen. Dat maakt dat zo'n organisatie totaal vastloopt. Mm. Dus op het moment als men zich zou gaan heroriënteren en zeggen, jongens, maar dat is gewoon mijn dokter, die ook het beste voor mij wil. Wacht even, laat ik eens met andere ogen gaan kijken. Ja, dan gaat zo'n organisatie natuurlijk ook veranderen. Begrijp ik wat ik bedoel? Dat vind ik heel echt een iets waar we heel veel van kunnen leren, denk ik, deze dagen. Ja. Ja. En een van de andere bouwstenen waar we het net al even kort over hadden, is die mentale fitheid. Ik ben ooit als psycholoog opgeleid en toen heette dat nog geestkracht. Ja, fantastisch. De kracht van je mentale fitheid. En wij zien dat is een van de elementen naast leiderschap, mentaliteit en gedrag. En de derde component in het Human Design Canvas, als we kijken naar het menselijk design van een organisatie. De derde hoofdcomponent, mentale fitheid. Want wij zien, je kan nog zo'n mooie visie hebben, een purpose, goed leiderschap. Maar als je mensen, als je organisatie, als je teams niet mentaal fit zijn, dan is het alsof je met een auto rijdt met lekke banden, weet je? Een beetje dat gevoel. Ja, precies. Absoluut. Hoe kijk jij naar dat fenomeen geestkracht? Ja, dat is natuurlijk koren op mijn molen. Ik vind het ook heel mooi dat jullie die term introduceren weer. Hè? We doen natuurlijk alles voor onze fysieke fitheid. Hè? Want we willen natuurlijk gezond en vooral slank en vitaal blijven. Heel goed. Maar wat doen we nou eigenlijk met voor onze mentale fitheid? En daar is natuurlijk wel wat werk aan de winkel, zou ik willen zeggen. Hè? Dus ook dat hebben we natuurlijk het afgelopen jaar wel gezien. Hè? Daar ben ik ook wel een beetje van geschrokken. Dus hoe bijvoorbeeld een overheid dan omgaat met de cultuursector. Hè? Voor mij is dat meteen een schakel. Hè? Dus ik denk dat... we hebben het over vitale beroepen gehad enzovoort. En we hebben ook nog een cultuursector. Oh ja, die theaters. Maar ja, dat is natuurlijk eigenlijk niet echt nodig. Bibliotheken, musea. Terwijl dat vond ik toch ook een verschil met iemand als Macron in Frankrijk. Die natuurlijk meteen bij zijn eerste speech zei, jongens, nu is cultuur meer dan nodig. Dus wij moeten juist die sector ook ondersteunen. Ik weet niet of het gebeurd is in Frankrijk. Mentale fitheid roept de vraag op, wat hebben we ervoor nodig om fit te blijven, ook in ons denken, in onze geestkracht inderdaad. En dan kom ik ook natuurlijk een beetje toch op mijn stokpaardje, als je het niet erg vindt, Jeppie. Niet. We hadden natuurlijk in onze samenleving gewoon dat moment van die zondagochtend.
En dat is natuurlijk ook allemaal in die dogmatische kerk en met al die ellende en zo is dat ook allemaal. Ik snap ook dat heel veel mensen daar op een gegeven moment helemaal genoeg van hadden, omdat ze klein werden gehouden en nou ja, verschrikkelijke theologieën erop nahielden. En nou ja, om maar te zwijgen van alle affaires die ook in de Rooms-Katholieke kerk aan het licht zijn gekomen. Dus snap ik allemaal, die weerzin ook heel goed, die heb ik zelf ook. Mm. En tegelijkertijd zie ik daar dus ook een kans. Hè? Ik denk, dat is toch eigenlijk was wel heel goed bedacht. Dat je één dag in de week, het begin van de week, start met een moment van stilstaan. En eens even nadenken, waar zit ik eigenlijk in dit leven? Gaat het wel goed met mij? Dat je jezelf die vragen kan stellen. En dat je dus, en dat is, vind ik ook wel, je kan voeden met verhalen die je niet zelf hebt bedacht. Ja, dus dat je even ook, en dat vind ik ook in deze tijd, even van je scherm wordt afgehaald, van je voortdurende Wikipedia zoeken, je eindeloos maar online zijn, om eens even in contact te worden gebracht met een denktraditie die al eeuwen gaande is en die eigenlijk maar één vraag heeft, wat heeft een mens nodig om optimaal mens te worden? Ja, daar gaan volgens mij al die Bijbelverhalen ook over. Dus ik zie, heel leuk vind ik ook, jonge mensen dat weer gaan herontdekken. Mensen die dus niet belast zijn met een soort kerkelijk verleden van we schuldig zijn en zondig en alle ellende. Maar dat mensen, eigenlijk hele jonge, fitte mensen zeggen, joh, dit is eigenlijk een fantastische manier. Je hebt de sportschool, ja? Je hebt het joggen. Hè? Maar ook om gewoon eens even één keer in de week te beginnen met een uurtje. Hè? Gewoon eens even een verhaal te horen. Daarover, hè, te worden stilgezet om eens even bij jezelf na te gaan. Ja, waar sta ik in die traditie? Wat begrijp je? Ja. Dus, dat is ook mooi, Ad. Sorry dat ik je even onderbreek. Wat ik zie ontstaan in teams is de behoefte aan rituelen. En dan teams niet in het programma teams, maar in samenwerkende teams met elkaar. Dat degene die energie oppakken en laten rondgaan, dat zijn de teams die hun eigen rituelen zijn gaan maken. En dat kan zijn van, joh, we beginnen de week met een uurtje op maandagochtend, waar we het niet hebben over werk, maar juist over andere dingen. Nee, exact. Ja. En ik merk ook dat dus voor je mentale fitheid dien je een andere laag in jezelf aan te boren. Ja? Dus, want dan gaat het niet zozeer over efficiëntie, gaat niet over ben je gevat, dan heb je alles weer helemaal klaar en een ongebroken antwoord of een lekkere pitch klaar, weet ik veel wat. Maar dan gaat het bijvoorbeeld, ik heb nu ook weer een nieuwe serie tegengegeven en ik stel aan iedereen, of het nou de burgemeester is, of prins Constantijn, of Mark Rutte, stel ik de vraag, voor wie zou jij nou een kaarsje willen opsteken? Dat is allemaal heel erg, dat je denkt, soft, hè? Zacht. En ik merk gewoon dat op het moment, alleen als je die vraag stelt, dat er een heel andere dimensie binnenkomt, waardoor de sfeer verandert. Ja. En waardoor ook er een energie vrijkomt die anders op slot blijft zitten. Ja. Dus ik geloof wel dat er heel veel manieren zijn om aan je mentale fitheid te werken. Ik heb het de vorige keer ook tegen je gezegd. Ik geloof echt dat we veel meer ook weer fictie moeten gaan lezen. Ik zelf ook trouwens. Ik heb ook weer zo'n stapel liggen voor de kerstvakantie. Nee, ik moet gewoon weer aan de literatuur. Je mee laten nemen door personages die niet zijn zoals jij bent. Waardoor je empathie kan oefenen. Goede films, goede theaterstukken, naar muziek luisteren. Dat is niet lekker erbij, zoals een biertje of zo, maar het is gewoon pure noodzaak. Ik geloof dat zo, want onze samenleving zit zo in, al die hoofden en harten zitten zo vol met dat hele online leven en dat efficiënte denken, dat we en ook het snel oordelen, merk ik ook. Enorme polarisatie ook daardoor. Ja. Want we staan voortdurend op scherp. We hebben geen energie meer over om eens even rustig na te denken. Terwijl ik denk, we hebben de vertraging nodig. Ja. Daar ben ik heel erg van overtuigd. Om daarna ook weer met volle vaart, dat ook best wel weer vooruit te gaan. Maar zonder vertraging, we hebben dat toch ook wel echt deze tijd gemerkt. Ik heb net een stuk in FD geschreven over het wandelen. Hè? Hoe heilzaam wandelen kan zijn. Gewoon stap voor stap. En dus niet rennen, maar wandelen. Ja. En dan ontvankelijk worden voor wat je ziet. Dat is een enorm goede oefening. Dat heeft corona mij geleerd ook weer. Ja. In april, Ad, werk je mee aan het nieuwe Luna-programma, het Gilde-programma. Ja. Waarbij we 8 senior executives in een programma
laten stappen met 8 young executives. Van elkaar te leren. En jij gaat met die senior groep aan de slag. En ik kwam er ook op, omdat je net ook iets zei over reflectie, even vertragen. Kan je iets vertellen over hoe je daar naartoe kijkt? Wat je daarvan verwacht? Hoe je daar naar kijkt? Nou ja, dus natuurlijk als het over... Dan gaat het over... terugkijken op... precies. Dus op het moment dat je met seniors praat, dan heb je het natuurlijk over... Je noemt niet iemand voor niets een senior. Dat wil zeggen, hij heeft een lange ervaring in zijn leven veel opgedaan. Kilometers om te tellen. En dat is natuurlijk... het ligt heel erg voor de hand om in dat soort gesprekken het te hebben over al je successen. Wat heb je allemaal bereikt? Hoe ziet je CV? Hè? Zie je bij Buitenhof ook al zo'n lijstje. Hij is dat geweest, dat boek geschreven. Wow. Nou, mooie nieuwe stappen en zo. En ik zou heel graag, en dat is best ook wel spannend, maar met die groep veel meer het willen hebben over waar ben je helemaal onderuit gegaan in je leven? Mm. Waar heb je gewoon de verkeerde keuzes gemaakt? Ja. Welke momenten heb je beleefd als enorme verliesmomenten in je leven? Mm. En vervolgens dan de vraag, hoe ben je daar dan mee omgegaan? Yeah. Ik denk dat ik geloof heel erg in... kijk, die successen zijn eigenlijk al, die kunnen we allemaal wel bedenken. En dat is allemaal niet zo heel spannend. Het is natuurlijk prachtig hoor als iemand succes heeft. En heerlijk om daarvan te kunnen genieten en daarvan te kunnen vertellen. Maar als je echt op diepere lagen wil komen in de gesprekken met elkaar. Dan is het natuurlijk veel spannender om te zoeken naar, ja, maar waar is het nou eigenlijk niet goed gegaan? En als je er nou terugkijkt, dat je denkt, jongens, ik heb dat toen eigenlijk... Ik heb misschien wel de hele verkeerde baan gehad, ja? Ja. Of ik heb... ik geloof dat... Dat helpt, juist ook in de jongere generatie, om ook daarin een bepaald soort antenne te ontwikkelen. Begrijp je? Voor waar je ook... Het ziet aan de buitenkant allemaal schitterend uit, maar ja, wat zit daar achter? Wat gaat er allemaal achter schuil? Mm. En dat maakt, ja, dat helpt, dat draagt bij aan die vermenselijking, geloof ik. Dichter bij jezelf blijven. Ja, natuurlijk, zeker. Ja. Ja, een succes kan je ook best wel dichter... Ik wil helemaal niet zo denken dat je alleen maar... Maar ik geloof wel dat wij leven in een tijd waarin alle ongelukkigheden we het liefst verbergen. Hè? Ja, ja. En ik geloof dat het grootste deel van het leven is natuurlijk gewoon rafelig en ingewikkeld en gedoe en... niet fijn. En op het moment dat je het daarover hebt, dan gaat het ergens over. Dan gaat het over jezelf. Ja. Ja, ja, mooi. Tot slot, Ad, welke boodschap of inspiratie zou je mensen willen meegeven richting 2021? Nou ja, het is misschien een beetje flauw, maar ik zou toch geloof ik wel mensen willen oproepen om vooral ook te leren omgaan met vragen. En met... probeer de vragen beter te stellen in je leven. In plaats van altijd maar op zoek te zijn naar antwoorden. Mm-hmm. Ik denk dat... je hebt materieel leven en je hebt geestelijk leven. Dat is een heel oude tegenstelling. Die komt je al bij de brieven van Paulus tegen. Leven naar de geest en leef naar het vlees. En geestelijk leven is niet zozeer in een klooster zitten en de hele dag bidden, maar is volgens mij een leven dat vragen stelt. Nergens meer van uitgaan. Mm. Dus bij alles wat er gebeurt, zeggen, waarom gebeurt dat? Wat gebeurt hier? Mm. En ik geloof dat, dat enorm helpt om wat meer mens te worden. Dat je wat meer ontvankelijk wordt en vragen durft te stellen. Mm. In plaats van altijd maar weer een oordeel of een antwoord te geven. Ja. Dus dat wens ik iedereen... van harte toe, een geestelijk leven van vragen stellen. Mooi. Ja. Mooi. Nou, lijkt mij een mooie boodschap. Het is ook een van de dingen die Dries van Inge, die heeft een boek geschreven over kernkracht. En daar staat in wat des mensen aangeboren is en aangeleerd. En die onbevangen nieuwsgierigheid, dat is aangeboren. Ja, mooi. Ja, dat is een enorme kwaliteit die we weer moeten wakker maken. Ja. Tof. Heel hartelijk bedankt. Ja, Ad. Jij dank. Mooi gesprek weer. En we gaan er iets moois van maken in het volgende jaar. Ik verheug me erop. Ja. Dankjewel. Alle goed voor jou ook. Dankjewel.
Opgenomen in de Skylounge studio van Fresh Forward in Hilversum was dit de Free Minds podcast van Lunar Institute. Heb je met plezier geluisterd? Deel je enthousiasme dan in je netwerk. En kom je graag in contact met andere vrije denkers en wil je je aansluiten bij onze community of Free Minds? Check dan onze website lunarinstitute.com. Op onze website vind je ook uitgebreide informatie over onze leiderschapsprogramma's. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende maand.